Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. Deze aflevering staat in het teken van kerst. Als eerst zien we de uitslag van de beste barman van 2017. En daarna laten de wijkreporters uit de Helmerhoek zien waar je kerstbomen kunt kopen in hun wijk. Ja, als de kerstboom vanaf 15 euro, dan mogen de mensen een loodje trekken. En we hebben 4 prijzen in de loterij. Vorige week hebben we 2 barmannen in de spotlight gezet die meededen aan de verkiezing van beste barman 2017 door In de Buurt. Afgelopen maandag was de uitslag en ook daar waren we bij. Het is eigenlijk ontstaan om In de Buurt op de kaart te zetten. En we hebben daar eigenlijk gekeken van wat spreekt aan. En dat zijn de barmannen natuurlijk. Enschede heeft een hele grote horeca. En vandaar is het eigenlijk ontstaan. Op welke criteria werden de barmannen geselecteerd? Ze werden geselecteerd door onze lezers. Dus lezers konden namen doorgeven. En daarbij hebben we gekeken van welke naam wordt het vaakst genoemd. En daar hebben we een lijstje van samengesteld. Dus de eerste 5 genomineerden waren al vrij snel duidelijk. Er zijn heel veel namen binnengekomen. En in de loop van de weken kwamen er steeds meer namen bij. En hoe hebben jullie de wedstrijd onder de mensen gebracht? Voornamelijk via Facebook. En natuurlijk de barmannen zelf hebben een heel groot netwerk. En ook om stemmen te kunnen vergaren moesten zij bericht delen. Degene met de meeste likes is uiteindelijk de winnaar gekozen. Dus je hebt al een heel groot bereik via Facebook. En er zijn campagnes gemaakt, Facebook deelacties. Dus echt heel veel online media is gebeurd. Ja. In het totaal 206 stemmen af moeten halen. En dan is de winnaar met in totaal 568 stemmen. Plakpaardjes Peter! Nou, je hebt natuurlijk gewonnen. Hoe voelt dat om de beste barman te zijn van de regio? Ja, superleuk. Ja, echt vereerd. Leuk. Ja. Ja. Ik kan er weinig van zeggen eigenlijk. Ja, ik ben nog een beetje versteld. Nee, grapje. Nee, ik vind het echt superleuk. En ik wil iedereen ook bedanken voor zijn stemmen. En iedereen heeft gewoon zijn best gedaan. En Was de concurrentie zwaar? Met Arjen wel, ja. Met Paddy's. Die was wel zwaar. Dus. Nou, u bent net geen eerste geworden. Hoe voelt dat? Ik ben heel blij voor Peter. Nee, ja, prima. Wat gaat u eraan doen om, mocht er nog een keer een verkiezing komen, om het beter te doen of in ieder geval eerste te worden? Nou, ik stap per 1 januari in de horeca. Dus niet. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je hebt gewonnen? Ja, een beetje delen, liken. Ja, eigenlijk wat iedereen heeft gedaan. Ja. Nou, veel meer steden doen zo'n verkiezing. Wat maakt die verkiezing van jullie nou bijzonder? Wat bij ons heel bijzonder is, is dat de lezer zelf echt een stem heeft gehad in de wedstrijd. Zij hebben kunnen kiezen wie zij aanstellen, wie zij de beste barman vinden. Dus het is niet gekeken naar looks of naar leeftijd, maar echt wat mensen zelf belangrijk vinden in de barman. Dus echt om op hun manier de barman in het zonnetje te zetten. En waarom ben jij nou de beste barman van Enschede? Ik weet niet. Dat heb ik ook in een interview gezegd, of ik echt de beste barman ben. Ik ben vast wel de leukste. Maar ja, mensen stemmen en je hebt het zelf niet in de hand. Wijkreporters Jenne en Paul zijn op pad geweest naar vereniging Helmgras, waar kerstbomen en kerstcadeaus worden verkocht. Paula, wat is er allemaal te zien in de tentoonzaal? Nou, we zijn dus weer begonnen met de kerstverkoop, vlak na Sinterklaasjaar. Nou, we hebben kerststukjes, kerstpakjes, kransen en ook kransen voor aan de muur. Hoor je iets over een loterij, heb je? Ja, als de kerstboom vanaf 15 euro, dan mogen de mensen een loodje trekken. En we hebben 4 prijzen in de loterij. Paula, ik zie allemaal engelen. Vertel eens. Wij maken dus ook kerstkeramiek natuurlijk. En dat heb ik samen met de collega's gemaakt in het atelier. Allemaal kerstengelen. En hier die sneeuwmannen? Dat hoort natuurlijk ook bij kerst. Dit is toevallig wat ik dan heb gemaakt. De sneeuwpoppen en een dikke engeltje. Jan, we staan bij de kerstbomen. Hoeveel soorten heb je? In feite hebben we maar 2 soorten die we hier hebben staan. Dat is de Omorica. En we hebben kleintjes in pot. Dus daar zitten ook mooie wortels aan. En we hebben de grotere Omorica's. Die kosten 20 euro met kluit. Bovendien hebben we nog de
Noordmansparren, dat is toch wel een wat gewilde spar. Die vallen minder snel af, hebben dus ook geen kluit nodig. Zijn ook moeilijk om met kluit te verkopen, omdat ze vrij fors geworteld zijn. Maar deze bomen die staan rustig 4 weken zonder dat ze blad verliezen. Het is ook een wat duurdere boom, omdat het een wat modeboom is en ze groeien wat langzamer. Dus voordat ze klaar zijn om te verkopen, staan ze 12 jaar. Vandaar dat ze ook wat duurder zijn. Wat is de goedkoopste boom hier? We hebben die kleine Omorica's in pot, die kosten 15 euro. De grote Omorica's met kluit kosten 20. En de Noordmansparren die variëren van 23 tot 33 euro. Voor elk wat wils? Voor elk wat wils. En bovendien hebben we op het land nog kerstbomen staan. Grote en kleine, die zijn ook te koop. Die kunnen we ook zo zagen. En daar zitten ook nog de ouderwetse groene kerstbomen bij, de Abies. Paula, ik zie daar Maria en Jozef. Ja. Die halen de toonzaal hier niet. Nee, want die is al verkocht. Door een zus van een bewoner van hier. Die heeft hem gezien, of hun dan. Dus helaas. Ja, en de engelen. Ja. Erg mooi van kleur. Ja, echte kerstkleurtjes, hè. Rood en groen en zilver en goud. Onze junior reporter Wouter laat de kerstversiering in de wijk Stadsveld zien. Bijna overal in Stadsveld hangen lampjes of zijn huizen versierd omdat het bijna kerst is. Veel winkels zijn versierd en de flats hangen vol met lampjes. Het ziet er gezellig uit. Dat was het. Wil je ook laten zien wat er speelt in jouw wijk? Dat kan, hè? Mail ons even. Volgende keer weer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. Die gaat over goede voornemens. Tot volgende week.